Het Haringvliet is de plek voor een uniek ecologisch experiment. De zeesluis is op een kier gezet, zodat er zoutzeewater in het Zoete Meer kan stromen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja, we staan midden op het Haringvliet, op een nieuw eiland wat hier is aangelegd. Eigenlijk een zandbank, een bliek. En dat is ten zuiden van Rotterdam ligt het Haringvliet. En dat is waar Rijn en Maas in de Noordzee uitmonden. En het is een heel groot water, wat vroeger enorm eb en vloed verschil kende, met heel veel zandplaten en heel veel haring, vandaar het Haringvliet. En nou, dat is iets wat wij terug willen. Wilco Tuvels denkt dat het voor Nederland goed zou zijn om weer veel meer open delta te creëren voor de natuur, logischerwijs. Hè, voor trekvissen, maar ook allemaal vogels en zeehonden die hier leven. De faculteit bouwkunde van de TU Delft is erbij betrokken om de veranderingen te onderzoeken voor de woon- en leefomgeving. Nou, daardoor komt er weer zout water in het systeem, met gevolgen voor de landbouw en zoetwatervoorziening. Het ecosysteem verandert, vismigratie komt weer op gang. Ook komt er een beetje dynamiek terug in het gebied door de getijdenwerking. En dit alles bij elkaar maakt het mogelijk om op een andere manier te kijken naar ruimtelijke ontwikkeling in het gebied. Nou, dit heeft enorm veel potentie om weer een veerkrachtig estuarien landschap te ontwikkelen. Met flexibele overgangszones tussen land en water, waar met multifunctionele waterkeringen, amfibisch wonen op terpen, alternatieve vormen van landbouw, maar ook bijzondere ecosystemen en recreatie plaats kunnen vinden. Samen met onderzoekers en studenten van allerlei disciplines, zoals landschapsarchitectuur, stedenbouw, civiele techniek, maar ook ecologie, onderzoeken we de mogelijkheid om landschappen te maken waar ruimtelijke kwaliteit, water, natuur, wonen, werken in samenhang met elkaar bekeken worden en elkaar versterken. Het Haringvliet kan dus een levendigere plek worden, maar omwonende boeren maken zich zorgen over het indringende zeewater. Zij vrezen voor verzilting van hun akkers. We hebben uiteraard bij deze ontwikkeling oog voor mogelijke risico's. We hebben te maken met agrariërs hier op ons eiland die heel veel mooie teelten ook hier realiseren. En een hele belangrijke voorwaarde voor die teelten is dat er voldoende zoet water is. Dus dat er ook kwalitatief hoogwaardig zoet water is. Daar hebben we dus met hen over gesproken. Er is ook in dit kader gesproken over compenserende maatregelen. Er is een nieuw zoetwaterkanaal aangelegd. Dat loopt vanuit de nieuwe inlaat voorbij Middelharnis. Loopt dat over het eiland richting de kop van het eiland. Ook door dit gebied, door dit projectgebied heen. Waarmee we kunnen garanderen dat er voldoende zoetwater is. Om dus die teelten die ze hebben ook in de toekomst te kunnen blijven telen. Rijkswaterstaat houdt de instroom van het zeewater in de gaten met een meetnet. En remt zo nodig de instroom af. Daarmee zijn de risico's van het experiment minimaal en krijgt de natuur, een halve eeuw na de delta werken, een tweede kans.